Ja, vrienden. Het is hier prachtig weer. Ja, dit is de boulevard hier. Alicante. Ja, het is hier schitterend weer. En je ziet het bijna niemand. Dus ik doe even kapje omlaag. En ik wou het even hebben over de jongeren in Nederland. Jongens, jongens, jongens. Wat een enorme ergernis daar zeg. Over die jongeren in Nederland. De hele oudejaarsnacht. Ik heb het gelezen. En dus, dan wordt er gezegd door allerlei mensen. En overal in media lees je. Het valt wel mee. Nou, ik heb goed nieuws. Het viel helemaal niet mee. Met de oudejaarsnacht. Nee, want het was gewoon één groot klerenzooi. Ja, er was minder vuurwerk. En er waren minder ongelukken gebeurd. Ja, dat wel. Maar qua gedoe voor de politie, het was niet te geloven. Zie je dat? Met die touwtjes, die oren van mij. Dat wordt echt olifantenoortjes. Zie je dat even? Wat een toestand, hè? Nou ja, goed. Moeten er maar mee leren leven op dit moment. Maar en dat was er aan de hand. Het was toch een puinhoop. En door allerlei jongeren die gingen allemaal vuurwerk gooien naar de politie. En noem het allemaal maar op. Dat was er allemaal aan de hand. Ja. En die jongeren zijn nu ook weer, las ik, in Coevorde bezig geweest. Heb je dat gelezen weer? Die waren ook weer aan het feesten. En dat stond ook nog op Facebook. Lekker slim. En noem het al. Elke keer dus weer die jongeren. En er wordt maar soft over geluld. Over die jongeren. Want dan is het van, ja, maar die jongeren hebben het moeilijk. Die jongeren hebben het lastig. Die jongeren die, oh jee, die zitten er mentaal een beetje doorheen. Hé, hey, hou even op zeg, hey. Want daar heb ik dus zo ongelooflijk genoeg van. Van het gelul over die jongeren. Wat, hoezo? Hoe zit het dan met de mensen die 30 zijn, 40 zijn? Hoe zit het met de mensen van 60? En hoe zit het met mijn leeftijd? Oh, al die andere mensen, die hebben het niet lastig. Nee hoor, daar is niks mee aan de hand. Nee, die hebben het natuurlijk knol naar hun zin al die tijd. Ja, tijdens een lockdown en noem het allemaal maar op. En die hebben alleen maar de polonaise gelopen met het virus. En die zitten er mentaal helemaal niet doorheen. En het is ook precies wat die mensen schreven in de kranten. En hoe was dat dan in de oorlog met die jongeren? Die moesten 5 jaar binnen blijven. 5 jaar lang geen kant op. En ja, hoe moeilijk was dat dan? En nu wordt er maar gewoon 1 jaartje overgeslagen. That is all. Dat is alles. 1 jaartje wordt er gevraagd om je een beetje in te houden. En dat kunnen de jongeren dan al helemaal niet aan. En daarom, jongeren, hey, gedraag je eindelijk eens een keer volwassen.